Hallo, mein Name ist Alex und ich war geboren in Indonesien, aber ich war aufgewachsen in Südafrika. Ich wohne in Bloemfontein und ich bin ein von den drei Hofstädten von Südafrika. Die andere ist Kapstadt in Johannesburg. Bloemfontein ist die Hofstede von der Jurisdictieafdeling von Zuid-Afrika. So de Hofgerecht van Zuid-Afrika is geplaatst in Bloemfontein. Ik heb Zuid-Afrika verlaten, want ik was 11. Ik was nooit in Zuid-Afrika, niet meer, niet sinds ik was 11. Maar ik hou van dit land. Wat ik hou van Zuid-Afrika was de gerechten, de mooie natuurlijke landschappen en ook bije dingen dat je kan doen in Zuid-Afrika. Zoals ontzettend bije invloeden van alles van de cultuur in de wereld. Want Zuid-Afrika was een vorige kolonie van Holland en grote Brittannië of Engeland. Zoals in de Kapstad ontzet de Kapmalais, een communiteit van Indonesische en Malagasy slaven, wat gebrand vanuit Nederland, Oost-Indië, bij de 17e eeuw. En mensen in daar hebben baie invloeden in onze taal, in Afrikaans, en ook in onze gerechten, zoals bobotie en sosati en sambal en achar. Die is een van de dingen wat Zuid-Afrika is uniek van. Want net in Zuid-Afrika kan je dit invloedig gevinden, wat de invloedig het een zelfcultuur gemaakt heeft.